het einde. Dit is het einde. Oké, Doek gaat op en we zijn ergens onder de brug, onder een hele grote brug. In een soort achterbuurtje. Ik wil ook klappen. Ik wil ook klappen. Ik had het als eerst gevonden. Mama, ik kan het beter. Oh, lekker. Hey, wat zit er nu bij jullie? Appelmoes. Laat me erdoor! Ik moet! Dat moet jij! Hè? Je nageltjes lachen, je anusje laten bleken. Help me! Ah, ja, vader blijft niet wel lekker gezellig bij ons. Ja! Ja, bij ons kun je stoeien toch, Rover? Ja, wij piezen over paaltjes en dan over elkaar. Nee, nee, jullie begrijpen het niet! Hij komt eraan! Er zit een gevaarlijke piezen, dikke paal! Zo, hoor! Hij kan monden en als ik me niet vergis ben je op potje loopt, zou ik hem niet hebben gedaan! Wat dacht je ervan van een stel kleine, vrolijke, kleine, lieve mopse rovertjes? Nou, dacht ik niet, want Brik! Hey, doe niet zo flauw, man! Ja, gewoon een beetje stoeien! Nee, ik ben een gevaar! En ik ben lesbisch! Meekomen, Dave. Wij waren even met deze dame in gesprek, dus als je het niet erg vindt, kan je op bol te pakken. Zo, dan nee. Marina, meekomen, nu. Nee. Wacht even, zullen wij eerst heel even aan de dame in kwestie zelf vragen of zij dat wel wil? Mama, zeg, wat ben jij eigenlijk? Een teefje of een reu? Zeg, en probeer je nu een soort bende te vormen met z'n allen? Nou, moet je eventjes je bek gaan halen. Niet spotten met de vrije, blije bende! Zijn jullie nou helemaal van de pot gerukt? Ik heb de opdracht gekregen dat meisje te dekken. En dat ga ik doen ook. Marina, meekomen. Dit hola. Goed. Dan zal ik jullie nu verschrikkelijk veel pijn moeten doen. Oh ja? Als ik daar was, zeg maar even een toontje lager gaan blazen, want jij bent wel dus mooi in je eentje, bo, van even toren. Ja. Zeg, wat is je vader eigenlijk? Mijn is namelijk huishond van de koningin. Kunnen jullie het verstaan? Ik namelijk niet. Misschien moet jij namelijk even die hete aardappel laten je bakken zijn. Wij zijn graag achter de army boy.
Yeah.
over een paar weken in zijn totaliteit te zien. Dank jullie wel! Welkom bij Rotterdam Live. Ja. Mijn naam is Martin Snip en ik speel Puppy. En mijn naam is Daisy Hagedorn en ik speel Anne Fleur en ik speel Connie. En Connie is, die werkt in de hondensalon bij mevrouw Schoon. En je hebt zojuist gekeken naar een live repetitie en wij zijn daar net uit komen rennen. Ja. Daisy, vertel, hoe ging het? Nou, het was leuk. Leuk publiek. Dat is natuurlijk een kleine zaal waar we eigenlijk in gaan spelen. Maar waar spelen we nu? We spelen nu in de Krijn Boom Studio. Dat is in de Schouwburg. En het was fijn om het een keer achter elkaar te doen, de eerste helft. En het publiek had leuke reacties. Zaten ook wat bekende, belangrijke mensen voor jou in de zaal bezig met dat gevoel? Heb ik dat juist? Mijn ouders en mijn oma die waren onverwachts. Ja, dat was super. Maar hoe vond jij het, Martin? Ik vond het een beestenboel. Ja. Ik vond het echt een beestenboel. Het was toch een beetje spannend om met het publiek te spelen. Ja. Je wilt dan toch. Het is een openbare repetitie, maar toch wil je ergens wel je beste doen. En ja, dan maak je foutjes of iets. Of, Maar dat is niet erg. Nee. Nou, zoals je van ons gewend bent al tegenwoordig, hebben wij enorme leuke kaartjes met waanzinnige vragen. Het is hier hartstikke gezellig. Ja. Dus je hoort ons misschien iets minder goed. Ja. Dus wat je zou kunnen doen, is je ouders, juist, je ouders nog blijer maken en zeggen, mam, pap, kijk, volume omhoog. Speakers aan. Oordopjes in, omhoog. Zodat iedereen weet dat je kijkt. Omhoog, dat. Geluid. 1-2, check. 1-2, 1-2. Oké, mag ik jou een vraag stellen? Vooruit. Want we hebben een hele leuke vraag. Ja, ik hoop dat jullie mij zo horen. Beter? Als je ons zo hoort, comment dat dan even in de comments. Dan krijgen wij dat weer binnen. Yes. Deze. Goed, Martin. Ja. Hoe is het nou om te acteren in een hondenpop? Nou, dat is heel bijzonder. Mijn hondenpop... Ik loop op mijn knieën de hele voorstelling. Kijk, kniebeschermertjes. En dit zijn nog maar enkele. Ik heb eigenlijk dubbele kniebeschermers. Ja, omdat ik dus, ik loop meters op mijn knieën. En dat is heel erg leuk voor de hond. Maar zwaar voor mij. Maar ik moet zeggen dat ik heb het al eerder gedaan, 5 jaar geleden. Want toen was het mijn stage en deze is nu stagiair. En het voelt een beetje weer als thuiskomen met Puppy. En ik heb het gevoel dat ik juist heel erg kan verder bouwen aan wat ik al aan materiaal had. Ja, dat zie je. Ja, vind je dat? Nou, waar zie je dat dan, deze? Nou, ik raak je nu een enorme... Gaan we naar de volgende vraag. Nee, nou, ik heb wel aan jou de vraag. Jij speelt Anne Fleur. Ja. En Connie. Ja. Laten we even op Anne Fleur focussen, inzoomen. Dat is een van de zussen van Marina. Je bent nummer 2, je hele leven lang, eigenlijk ja, het mindere zusje. Ja. En nu is mijn vraag, zie jij gelijkenissen tussen jezelf en het karakter van de hond die je speelt? En zo ja, welke dan? Heb je zelf zussen deze bijvoorbeeld? Ik heb een oude zus, ja. Ah, ja. Ja. Maar mijn zus en ik zijn wel gelijk. Ah ja. Ja, dat zeker. Ja, absoluut. En ik denk dat mijn grootste gelijkenis is met Anne Fleur, dat ze toch eigenlijk altijd het beste willen. Stiekem. Alleen is zij minder stiekem bij de muziek. En jij bent stiekem in de beste willen zijn met je zus? Ja, misschien. Is altijd leuk met kerst bij jullie dan? Altijd gezellig. Spelletjes spelen, leuk. Leuk spelletjes. Oké. Altijd het beste. En met Connie? Heb je daar? Connie.
pony is een blije Rotterdammert. Blije Rotterdammert? Nou ja, die ben ik wel, denk ik, af en toe. Nou, af en toe, ik ben eigenlijk wel een blije Rotterdammer, denk ik, ja. En dat lompen wat Connie heeft, dat vind ik natuurlijk wel ontzettend leuk. Ja, een leuk weetje is dat Daisy en ik eigenlijk de enige echte Rotterdammers zijn in deze voorstelling. Dat de rest allemaal in Amsterdam woont. Ja. Maar goed, ik denk dat het tijd is. Er is namelijk iets waanzinnigs gebeurd vorige week. Ja. En Code Flow, die gaat het ons even allemaal bijpraten. Kijkt u mee. Hallo allemaal, welkom bij de derde aflevering van Achter de Schermen van de Woofside Story. Ik ben Code Flow, uw gastheer. Deze week hadden we een heel bijzonder publiek in de zaal. We hadden namelijk een zaal vol honden met hun baasjes. Kijk hoe mooi ze eruit zien. Oh. Politie! Ik ga de politie bellen! Ja, het gaat er soms heel heftig aan toe, hoor. Het is een liefdesdrama op zijn hondjes. Ja, wat blaf je nou, hè? Moet je hier komen blaffen? Ik ben de baas. 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 Nou ja, het liep helemaal uit de hand. Want iedereen wilde de baas zijn. Elk hondje was de baas. Maar iedereen weet dat een Flow de baas is. Code Flow. Tot volgende week. Nou, dat was een feest. Dat was echt te gek. Ik vond het echt heel leuk. Dat was sowieso heel bijzonder dat die honden binnenkwamen in de Schouwburg. Een stuk of 30 honden, denk ik. Ja, zoiets. Met baasjes. Met baasjes die hele Schouwburg op stel te zetten. Ja, en ze reageerden ook echt op die poppen. En dat was echt, ja, dat was bizar. Maar wel heel erg leuk. Het leek alsof ze snapten wat er allemaal aan de hand was. Toen er een slechte hond op kwam, toen gingen ze extra hard mee blaffen. Ze mochten daarna dus ook nog met ons het podium op en dat vonden heel veel honden toch wel heel spannend. Ja, een beetje. Ik heb ook een paar die aan mijn kont hebben zitten ruiken. Ja. Nou, ik wil het daar liever niet meer over hebben, dus ik stel voor dat we naar de volgende vraag gaan. Daisy, als jij met één tegenspeler mocht ruilen van rol, met wie zou dit zijn en waarom zou je dat personage ook willen spelen? Ik vind mijn vrouw spannend ook heel leuk. Heel erg leuk. Vooral die hysterische. Ja, ik zou dat wel heel graag willen spelen ook. Maar eigenlijk vind ik elke rol oprecht heel erg leuk. Omdat het is zo'n beestrol wat jij net al zei. Maar het is echt een feest. Echt een leuk. Ja. Ja, dat is ook zo. Ik vind ook dat Sylvia Porta de Schoonbroek heel erg goed doet. Dat doet zij waanzinnig goed. Ja. En als ik persoonlijk nog zou mogen zeggen met wie ik wel zou willen ruilen voor een rol, dan zou dat toch wel Dr. Prik zijn. Omdat ik nu zo'n lief klein hondje ben, zou ik het wel lekker vinden om eens even die slechter in te spelen in deze voorstelling. Ja, maar jij bent ook wel heldhaftig, zeker. Ik ben heel heldhaftig. Je hebt een hele heldhaftige twist aan het einde. Ik mag wel zeggen dat mijn personage een hele interessante ontwikkeling ondergaat. Je kan denken die pup, maar pup lijkt groter. Groter dan hij lijkt. Kom maar. Goed, als jij een dier moest zijn, welke zou je dan zijn? Ik zou me wel kunnen voorstellen dat ik een hond zou zijn eigenlijk. Zo'n hond. Met trouwe ogen. Maar ik zou het ook wel lekker vinden om een vis te zijn, omdat ik heel erg hou van zwemmen. Maar ik zou ook wel een vogel willen zijn, want ik zou het heerlijk vinden om te vliegen. Dus misschien een soort vliegende zeehondvis. Oeh. Jij? Waar dat bestond. Nou, ik denk, maar het komt. Kijk, mijn lievelingsdier is een olifant. Dus ik denk dat ik dat best wel zou willen zijn. Ja, misschien wel. Een olifant, nou word je wel heel oud. Ja, en heel slim. En heel slim. Dan word je dat in zijn zo. Ja. Ja. We willen nog iets even voordat we nu naar het asiel gaan, hebben we nog nieuws. Namelijk Ros, die door Maris en Daisy is uitgelaten vorige week, die heeft helaas nog geen nieuwe baas. Dus als je weer terugkijkt naar dat filmpje en denkt, hey Ros, is die er nog? Ja, die is er nog en die wil heel graag een baasje. En wij hebben vorige week ook iemand uitgelaten, namelijk Tessa. Tessa. En hierna 4 jaar. Wat ik nog wel even wil zeggen is dat het waanzinnig is dat überhaupt al de honden zijn uitgekozen. Ik wil ook even een shout-out doen naar het asiel, dat zij daar zulke toffe dingen doen met de honden. Dat ook niet niks is. Dus als je geïnteresseerd bent in de hond, ofwel Tessa of Ros of de honden die komen,
bespreek het goed met je ouders en ook zeker met het asiel ga je daarover in gesprek. En dan hoop ik heel erg dat het iets wordt. In ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken met Daisy en mij. Ja. En we gaan naar het asiel. Naar Tessa kijken. Doei. Doei. Hallo. Hi. Wat leuk dat je kijkt. Ja. Dit is Daisy. En dit is Martin. Hallo. En wij zijn hier bij het dierenopvangcentrum. In Rotterdam. In Rotterdam. En we hebben het nu een aantal weken over de honden gehad. Maar Daisy, weet je waar ik toch zo benieuwd naar ben? Nou. Wat denk je? Zouden er ook andere dieren zijn? Ja. In dit asiel. Precies. En dan gaan we het nu hebben over de grootste vijand van de hond, wellicht. Namelijk de kat. Ik ben benieuwd. Ik ook. We zijn nu inmiddels op de kattenafdeling. We hebben naast de honden hebben wij ook katten. En we zitten nu in een, wij noemen dit een beetje de plaatsbare kamer. Dus hier zitten eigenlijk alle katten die op zoek zijn naar een nieuw huisje. Ik zit nu naast André. André die vindt het hier niet zo heel leuk, want André heeft liever het rijk voor hem alleen. En hij moet het hier toch delen met andere huisgenoten. Dus hij is gevonden op straat, we weten niet zo heel veel over hem. Maar alleen dat hij echt onwijs lief is en dus niet met andere katten kan. We krijgen hier een aantal zwerfkatten, het ligt aan de periode, maar we krijgen hier een aantal zwerfkatten krijgen we dan binnen. Op dit moment hebben we, ik durf op dit moment niet te zeggen hoeveel, we zitten nu in ieder geval weer in het laagseizoen, dus we krijgen nu wel wat minder binnen. Je hebt een categorie verwilderde zwerfkatten, dat zijn katten die je helemaal niet kan aaien, en je hebt dus deze categorie die je wel kan aaien. Dus die hebben ooit een eigenaar gehad, maar dus nu niet meer. De dierenbescherming die vangt deze dieren op. Wij zorgen dus voor ze, zodat de eigenaar de mogelijkheid heeft om zijn kat weer op te halen. En doet hij dat niet, dan gaan wij ze dus herplaatsen. Ik speel Anne Fleur in Wolf Side Story en ik speel ook Conny. En Anne Fleur is de hond. Ja, en ik speel ook stiekem eventjes Anne Fleur. En ik speel voornamelijk Puppy. En vandaag gaan wij met Tessa wandelen en dingen doen. Dit is Tessa. Dit is Tessa en wil jij ons meer vertellen over Tessa? Ja, ja. Nou, Tessa is een 4-jarige oude Amerikaanse bulldog. En zij is hier binnengekomen omdat de afstand van haar is gedaan. Tessa is eigenlijk de clown van het asiel, zoals wij haar noemen. Dus ze is een beetje eigenwijs, maar dat maakt haar juist natuurlijk ook wel weer heel grappig. Als Tessa bijvoorbeeld denkt van, joh, ik ga links en jullie denken, nou, we willen eigenlijk liever rechts, dan zegt Tessa van, nou, dat gaan we niet. Voor de rest, Tessa vindt niet alle honden even leuk. Zelfs even een ding waar echt even rekening mee moet worden gehouden. En voor de rest, het is gewoon wel echt een hele lieve, lieve hond. Ze heeft moeite met alleen thuis zijn, dus we zijn wel echt op zoek naar een eigenaar die veel thuis is. En die in ieder geval daarmee aan de slag kan gaan. Want honden kan je het wel leren, maar daar gaat gewoon heel veel tijd in steken. En met katten plaatsen we haar gewoon niet, want dat vindt ze echt veel te leuk als echte speelkameraadjes. Dus dat wordt geen succes, zeg maar. En is Tessa wel een hond die je mee ergens naartoe zou kunnen nemen veel? Of moet je echt juist veel thuis zijn? Of is het als het eenmaal bij het baasje is en Tessa die kan mee, dan kan ze op een gegeven moment overal mee naartoe? Of zeg je nou, beter... In principe kan je er zeker zeg maar, overal mee naartoe nemen. Dat zal ze ook niet erg vinden. Alleen ja, dan krijgen we wel weer een beetje de luiheid van Tessa. Ze moet dan niet te veel moeten wandelen. Maar stel dat je haar inderdaad in de auto zet en dan gewoon ergens mee naartoe neemt. Nee hoor, dat vindt ze prima. How much is that dog in the window?